Wij zijn hier vandaag bij elkaar om oplossingen te zoeken en te vinden voor de combinatie van windenergie, hoogspanningslijnen, vogels en vleermuizen. Vogels en vleermuizen kunnen tegen die lijnen of windturbines aanvliegen. Dat willen we liever niet en daar kun je iets op verzinnen. Bijvoorbeeld door na te denken over stilstandmogelijkheden. Dat wil je ook niet eindeloos doen, want we willen tenslotte ook stroom produceren. Of na te denken over maatregelen om de natuur, specifiek deze soorten, te versterken. Als je er meer van hebt, gaat het beter met ze. En dan kun je ook de wind- en de energietransitie versnellen. Dat doen we met verschillende partijen aan tafel. Provincies, Rijksoverheid, de windorganisaties, de windontwikkelaars, hun brancheorganisaties, natuurorganisaties zitten aan tafel. En we gebruiken daarvoor een aanpak die we de Mutual Gains Approach noemen. Wederzijdse winstbenadering, zodat en de energietransitie er beter van wordt en de natuur. Deze samenwerking, dit platform waarin we het hebben over hoe kan je nou omgaan met wind op land en soorten, is voor ons heel erg belangrijk, omdat vleermuizen, een aantal soorten daarvan, een groot risico lopen om slachtoffer te worden. En er zijn wel dingen aan te doen, bijvoorbeeld de turbines stilzetten, maar dat moet je dan wel voor elkaar krijgen dat het ook gebeurt. En tegelijk is het natuurlijk zo dat mensen, maar ook soorten zelf, voordeel hebben van duurzame energie. Dus je bent ook niet tegen duurzame energie. Alleen je wil duurzaam wel zo maken dat het energie opwekken duurzaam gaat en dat het effect op de populatie ook duurzaam kan zijn. En het is geweldig om mee te maken hoe allerlei verschillende partijen, ik ben dan maar sectoraal, zo voor de zoogdieren, voor de vleermuizen, maar tot de provincies, maar ook de industrie zelf, de overheden, allemaal zoeken naar hoe kan ik dit nou op een goede manier met elkaar doen. En dan hopen we dat dat dan ook een resultaat levert waar we het straks eens over kunnen zijn en vol achter kunnen gaan staan. Willen we gewoon onze verantwoordelijkheid nemen en kijken hoe we de negatieve dingen die we veroorzaken met windenergie op natuur, hoe we dat zoveel mogelijk kunnen terugdringen of zelfs ten positieve kunnen keren. En er zit ook wel een beetje eigenbelang bij natuurlijk, want we willen ook gewoon zorgen dat er wind mogelijk blijft, ook op het moment dat we echt negatief invloed op bepaalde soorten hebben. Dus dat is de reden dat we meedoen. We willen kijken of we er of een plus voor natuur en voor wind kunnen realiseren. Nou, ik vind dat het vrij veel begrip is voor elkaar. Dat is heel prettig. Dus partijen begrijpen van elkaar waarom ze bepaalde standpunten hebben of waarom ze bepaalde rode lijnen hebben. Dus dat vind ik heel positief. Nou ja, ik hoop vanuit windenergie gegenereerd hoop ik dat we tot een pakket komen waarin we vooraf meer duidelijkheid hebben over waar je nou aan moet voldoen. En dat je tegelijkertijd binnen bepaalde beperkingen of binnen bepaalde grenzen een bijdrage levert, zodat waarvan je ook echt het gevoel hebt van dit helpt dus een bepaalde soort of in ieder geval de natuur een stuk verder. Zodat we even te bereiken, dan ben ik meer dan tevreden. Is het van belang om vanuit zowel het natuurbeheer als ook de energietransitie om goede afspraken te maken met de verschillende partijen, de verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich daarmee bezighouden. Dus dat zijn zowel de natuurorganisaties als ook de energiesector. En op die manier proberen we voorwaarden te creëren waardoor de energietransitie en met name het gaat in dit geval heel erg over het realiseren van windparken in combinatie met natuur, om dat goed mogelijk te maken. Er wordt goed geluisterd naar elkaar, er wordt goed gepraat met elkaar. En
Dus we staan open voor elkaars redenen en de achtergrond. En ik ben natuurlijk heel benieuwd waar, het dadelijk, waar we dadelijk mee komen. Maar dat, ja, dat heeft nog even tijd nodig. Misschien kan ik daar nog aan toevoegen dat die discussies die gevoerd worden... Want er liggen natuurlijk verschillende belangen op tafel. En ik moet eerlijk zeggen dat alle partijen eigenlijk daar wel heel open over zijn. Hè? En dat is ook nodig om op een goede manier tot elkaar te komen en uiteindelijk tot oplossingen te komen. Het is een lange weg en best wel intensief, maar het gaat wel resultaten opleveren.